Klaar. We zijn onderweg met de eerste halve finale, de eerste van twee halve finales. 400 meter bij de vrouwen met Marleen Elsvoort in baan 3. Nicky van Leuvelen, de snelste uit de series in baan 5. We gaan kijken wie die eerste drie plekken pakken die rechtstreeks toegang geven tot de finale. Nicky van Leuvelen, bijzonder hard gestart vanuit baan 5. Nicky van Leuveren aan de buitenzijde is het Kim Rossen, maar ook Maureen Elsvoort komt naar voren. Maureen Elsvoort in de achtervolging op Nicky van Leuveren, maar ook Kim Rossen aan de buitenzijde er nog bij. En ook Bianca Baak nog bij die eerste drie. Wie pakt hier de winst? Nicky van Leuveren, Maureen Elsvoort, Kim Rossen, Bianca Baak, wie gaat het worden? Het wordt in deze eerste halve finale, het lijkt Maureen Elsvoort te worden in 54-16 officieus. En wat een strijd in die eerste halve finale. Maureen Elsvoort, 54-18. Bianca Baak pakt gewoon die tweede plek, 54-30. En Nicky van Heuvelen ook rechtstreeks door naar de finale, 54-32. En dan was Kim.